allemaal, hadden ze het over lichten. Lichten die in een bepaald patroon van elkaar zich voortbewoog boven startbaan. Een militair die zegt dat hij, als hij een boek had gehad, had hij in het licht van een van die lichten had hij een boek kunnen lezen. Terwijl het 5 uur in de nacht was, het was in februari, het was stikken donker. Nou, het incident, de waarneming, die vond plaats in 1979, daar hebben we het over. Ik was kapitein van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Soesterberg. Toen kwam er uit het onderzoek het verhaal dat het een luchtspiegeling, een bolglasachtig reflectie geweest moest zijn. Dat was de officiële verklaring. Mensen trokken het een beetje in het belachelijke. De meeste van dat peloton, wat toen die nacht dienst had, die zijn op basis van die reacties een beetje in zichzelf gekeerd geraakt. En die hebben er niet meer over gesproken. Maar ik bleef er ook toen mee zitten. 15 man kunnen zich niet vergissen. Kijk, we leefden toen in de tijd van de Koude Oorlog. Bepaalde gegevens werden al snel bestempeld als geheim, top secret, cosmic top secret, het hoogste geheimhoudingsniveau. Dus ja, er moet toch iets geweest zijn, is mijn conclusie, achteraf na al die jaren. Iets wat we niet konden verklaren. Er zitten losse eindjes aan.